Hartelijk welkom, Mona Keijzer, voormalig staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat in kabinet Rutte 3 voor de Christendemocratisch Appel voor het CDA. Hartelijk welkom, Mona Keijzer. Dankjewel. We hebben een uitzending over jong zijn in 2021. We hoorden 5 jongeren spreken met elkaar over dit afgelopen jaar. Zo nu dan vrij sombere opmerkingen. Hoewel iedereen zijn best deed, overduidelijk om er het beste van te maken. We hebben net een aantal politici gehoord. Volgens u, hoe was het jong zijn in 2021? Nou ja, als ik kijk, ik heb zelf natuurlijk ook kinderen in die leeftijd. Hoeveel kinderen heeft u? Ja, 5. Ja. Tussen de 18, ja, een beetje veel. Ja. Tussen de 18 en de 27, ja. 5 jongens. En alles wat ik van deze jongeren hier aan deze tafel hoor, maar zeker ook wat je in het Trimbos rapport leest, dat zie ik thuis natuurlijk ook. Ziet u dat thuis ook? Ja, natuurlijk. Het is natuurlijk niet als er zo'n Trimbos onderzoek gedaan wordt onder studenten van, ja. Dat is gedaan door de studenten van HBO en universiteiten. Mm-hmm. Waarin dan staat dat een groot gedeelte, 51%, somber is. Het af en toe niet meer ziet zitten. Ja, dat herken ik natuurlijk. Ja. En ik heb dan geen kinderen meer op, geen scholieren meer, zoals dat heet. Maar ik hoor wel familie van mij dat ze apathisch zijn. En dat blijkt dan ook uit interviews die je houdt met schoolleiders of cynisch. Nou, een kind van 13, 14 hoort niet cynisch te zijn. Nee. Nou ja, dus dat is wel wat je ziet. En wat ik dan nog wel het ergst van alles vind. Dat ziet u dus ook thuis. Dat is voor een moeder heel moeilijk, denk ik. Ja, dat valt niet mee. Dat is echt. Kijk, ik heb altijd geprobeerd om mijn jongens uit de media te houden. Dus daar ga ik nu niet mee beginnen. Nee, dat begrijp ik. Maar ik heb aan een van de jongens wel gevraagd van, vind je het goed als ik er iets over zeg? En toen zei hij ja. En dat was wel even de situatie. Dat is een van mijn jongens die volgt een mbo-opleiding. In de horeca. Ja. Nou, die zit nu in zijn laatste jaar. Normaal gesproken zouden in het tweede jaar zouden de stages zijn. Nou, dat is al omgegooid. De stages zijn nu in het tweede jaar geweest. De theorie is nu in het tweede jaar geweest. En de stages zijn nu naar dit jaar verplaatst. En wat gebeurt er? De horeca weer dicht. En je moet je voorstellen dat in Nederland zijn er 60.000 jongens en meiden die opleidingen volgen. Die te maken hebben met horeca, recreatie, evenementen, toerisme. Die hebben hier dus allemaal keihard mee te maken. Die zitten dus thuis, die zien geen toekomst meer. En hij kwam dus ook de laatste zaterdag dat de horeca nog open was, kwam hij terug. Nou, het was op. Die jongen, het was gewoon op. Omdat er is geen perspectief meer. Er is niet meer. De sportscholen zitten dicht. Uitgaan is er niet meer. Elkaar ontmoeten op straat mag ook officieel niet meer. En zo zijn er heel veel dingen die niet meer mogen, die juist voor die leeftijdscategorie zo ongelooflijk belangrijk zijn. Grijpt u aan, hè? Want ja, tuurlijk. Ja. Ik ga er niet al te lang op doorvragen. Uw gezinssituatie is uw eigen privézaak. Maar het grijpt u behoorlijk aan. Ja, absoluut. En als je dan kijkt naar dat Trimbos-rapport, wat aangevraagd is vanuit de regering, waar de aanbeveling is. 10 november is dat opgeleverd. De aanbeveling is, creëer omstandigheden die het beter maken. En wat doen we vervolgens? Ze, het kabinet, bedoelt u dan? Het kabinet, ja. Gesteund door de meerderheid van de Kamer. De hele boel gaat weer op slot. Ja. Ja, en dat, ja, dat, ja goed, ik ben natuurlijk niet zonder redenen opgestapt. Maar dit was wel een van die aspecten daaraan dat ik echt dacht, jongens, wat zijn we nou toch in vredesnaam hier aan het doen? Ja, dat Trimbos Instituut heeft dat onder andere in samenwerking met RIVM gedaan, een opdracht van het kabinet. Het is nog erger, hè? 51% zegt u net, omschrijft zichzelf als met psychische klachten. 25% denkt met regelmaat aan zelfmoord. En dus het is niet zomaar, het is terecht dat u het aanhaalt, bedoel ik. Er is wat aan de hand in de jeugd. Het is echt niet niks. En dat we met elkaar niet achter ons oren krabben en zeggen, jongens, is dit nou de weg die wij met elkaar moeten gaan? Dat heeft mij eigenlijk al een hele tijd gigantisch verbaasd, geïrriteerd, boos gemaakt. Maar dat was ook een van die redenen waarom ik uiteindelijk gezegd heb, ja, ik kan dit gewoon niet meer voor mijn verantwoording nemen. Ja, dat
Is dit de weg die wij moeten gaan? Klinkt bijna bijbels. Leidensweg. CDA. Komt uit een christendemocratische partij. U zegt, u heeft vaker gezegd dat de horeca en eigenlijk de manier van het behandelen van de jeugd voor u wel een reden waren om het niet meer voor u ter verantwoording te kunnen nemen, zeg maar, het kabinetsbeleid. We hebben een fragment, we hebben een aantal fragmenten meegebracht. U heeft ze meegebracht, we hebben ze uitgezocht. Misschien kunnen we eerst naar het eerste fragment kijken. 18 december, een horecaondernemster uit Leeuwarden. Dus ja, we moeten roeien met de riemen die we hebben, maar ja, het houdt wel een keer op. Ja, dat is heel heftig. Ja. Je glimlacht er nog een beetje bij, maar nee. Horeca, jeugd. Jong. Gedreven. Ja, weet je, dit zijn ook mensen. Kijk, er zijn gewoon mensen die zijn geboren voor de horeca. Die zoon van mij, die was 4, stond hij een ei te bakken. Ja, dat zijn gewoon mensen. Ik heb het niet, hij heeft het wel. Ik hoop dat u dat 's ochtends ook deed, voordat u uit bed kwam. Maar ja. Dus er zijn mensen die hebben daar hun passie in, die zijn van de gastvrijheid. Nou, die zitten nu dus al maanden dicht. De evenementenbranche, die is al bijna ruim anderhalf jaar dicht. En daarachter zitten dus heel veel ZZP'ers, de cultuursector. Daar zitten heel veel geluidstechnici, achtergrondzangers, muzici. Noem het allemaal maar op. Die zitten dus ook allemaal thuis. Er zijn mensen die daar niet meer van kunnen genieten. Dus er zit een hele wereld achter die wij aan het kwijtraken zijn met elkaar. En weet je, toen maart 2020 corona Nederland binnenkwam, wisten we allemaal niet wat ons overkwam. Dus we moesten wat. We moesten maatregelen nemen. Maar naarmate de tijd verstreek, wisten we veel meer daarvan. En we weten al een hele tijd dat 95% of 98% van de mensen geen tot lichte klachten heeft. 1,5% komt in het komt op de verpleegafdeling in het ziekenhuis terecht en 0,5% komt op de IC terecht. We weten ook wie er op de IC liggen. Dat zijn meestal grotendeels ouderen, mensen met overgewicht, mensen met auto-immuunziekten of andere onderliggende ziektes. Dus waarom daar dan niet ons met z'n allen op gericht? Ja. Nou, dan is natuurlijk in het probleem de zorg te weinig personeel. Maar dat is ook zoiets waar ik me zo over verbaasd heb. Alsof het een natuurverschijnsel is dat 40% van mensen die de zorgopleidingen verlaten binnen 2 jaar vertrekken. Dat is iets wat heel veel mensen zich niet realiseren. Vertrekken uit de zorg. Uit de zorg. Ja. Dus van alle mensen die een zorgopleiding gaan volgen. En dat zijn mensen, zoals de één geroepen is tot de horeca, zijn er mensen die zijn geroepen om in de zorg te gaan werken. Die doen niet liever. Ja. En toch, binnen 2 jaar vertrekken ze. En er is onderzoek naar gedaan, waar komt dat door? Een deel salaris, jazeker. Maar een veel groter deel gaat over dat ze niet meer kunnen zorgen. Dat ze niet in staat zijn om te zorgen, omdat ze 40% van hun tijd papieren moeten invullen, protocollen moeten volgen. Dus al dat soort andere benaderingen, ja, daar was geen echt ruimte voor. Omdat het elke keer weer bezig ging met het zogenaamd kapothameren van het virus. Terwijl we feitelijk veel andere dingen stuk maakten die ons altijd heel lief geweest zijn. Ja, dat wordt vaak gezegd in die persconferenties. We slaan het virus plat. U zei, ja, ik kon het niet meer, eigenlijk niet meer verantwoord voor mezelf. Ik kon het niet meer uitleggen. U gaf een interview in de Telegraaf op de 25e september. En u werd vervolgens eigenlijk meteen en voor de allereerste keer in 46 jaar ontslagen uit het kabinet. Dat was ook voor het eerst in mijn leven, hoor. Dat u ontslagen werd? Ja. Ja. het gebeurt eigenlijk nooit. Hè? Heel uitzonderlijk. Hoezo zegt u, ik kon het niet meer verantwoorden, zeg maar. Hoe kwam u daartoe tot op dat moment? Nou ja, je bent onderdeel van je partij en je bent onderdeel van een kabinet. Dus, en ik voelde ook echt die verantwoordelijkheid voor ondernemers. Allemaal, hè? Ook die ZZP'ers in de cultuursector. Want echt, wat daar ook. Zijn ook ondernemers, bedoel ik. Zijn ook ondernemers. Ja. Dus wat daar ook aan de hand is, dat is ook ongelooflijk. Dus ik voelde die verantwoordelijkheid heel erg. En ik ben aldoor bezig geweest om te kijken, wat kan er wel? Samen met Erik Wiebes, wat kan er wel? Maar dan elke keer
toch weer werd er weer teruggegrepen op die onderdrukkende maatregelen. Die naar mijn mening haaks staan op grondrechten, op mensenrechten. Die haaks staan op mijn politieke inspiratiebron, het CDA-gedachtegoed. En ik kwam op een gegeven moment ook tot de conclusie, ik kan hier niet meer van betekenis zijn. Het verhaal van wat er ook gebeurt, de zorg mag niet overlopen worden, dat was alles bepalend. Terwijl er is meer dan dat in het leven. En als je dan kijkt naar de verschillende maatregelen, nou de avondklok bijvoorbeeld, of het sluiten van detailhandel, terwijl daar zich bijna geen besmettingen voor deden. Op een gegeven moment toen, Nina had het er net over, dat het misging in de nachtclubs en hoe heet het ook weer, discotheken. Vervolgens de hele festivalzomer aflassen. Terwijl vervolgens, en ik wist dat, want ja, het was mijn portefeuille, wel de voetbalstadions en de F1 gewoon doorgingen. Ja, dat alles bij elkaar. Ja, weet je, vanaf het begin af aan eigenlijk al. Ja, we hebben te maken met een zeer besmettelijk virus, waar mensen heel ernstig ziek van kunnen worden en aan kunnen overlijden. Maar het was voor mij zo tegennatuurlijk om menselijk contact strafbaar te stellen. Want dat is feitelijk wat we gedaan hebben. Is het verstandig om een beetje afstand te houden? Ja, zeer zeker. Ja, zeer zeker. Maar zo door de tijd heen is het de grote klap geweest. Terwijl volgens mij praten over wat er aan de hand is, welke mensen er geraakt worden, wat je daaraan kan doen, heel verstandig is. Nina gaf net ook weer een heel mooi Nogmaals, Nina, een mooi voorbeeld. Waarin ze zegt, wat heb ik dan maar gehoord? Ja, ik zou wel heel graag naar zo'n feestje willen, maar ik zorg voor mijn oma. Dus dat doe ik niet. Het totaal wegnemen van die verantwoordelijkheid die mensen hebben. Wat hier een beetje gebeurd is, is dat er een systeem gebouwd is, wat zo perfect is, dat als je niet oplet, mensen niet meer goed hoeven te doen. En dat staat haaks op hoe ik naar de wereld kijk. Ik denk dat mensen zich tot elkaar zouden moeten verhouden. Maar in feite zegt u, ik gaf een interview aan de Telegraaf 's middags en ik wist dat dat onacceptabel zou zijn voor het kabinet en dat ik daarmee aftrad? Of? Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid. En als het kabinet niet gereageerd had, als Rutte niet gereageerd had, was u dan toch doorgegaan als staatssecretaris? Dat weet ik niet. Dat is echt zo'n als-vraag. Ja, dat is niet gebeurd. Maar dat is ook het lastige nu met het proberen los te komen van deze hele discussie. Het gaat maar door. Het spiegelpaleis van redeneringen blijft gewoon bestaan. Dus ik zie constant weer voorbeelden van uitspraken dat ik denk, wat? Hoe zou dat nu opeens? Als ik de radio aanzet, dan hoor ik dat er nog voordat de horeca eerder dichtging, er alweer 20% minder pinbetalingen waren. Dus het is moeilijk om ervan los te komen. En dan had ik in deze vreselijke situatie gebleven en verantwoordelijk gebleven voor alles wat er nu is. En 2G, dat is voor mij echt een no-go. Ja, dus dat is echt, ik vind dat een instrument wat in strijd is met de grondwet. Dus wat de samenleving splijt en wat daarbij ook nog eens niet effectief is. Dus u hoopte eigenlijk dat de consequentie van het interview zou zijn dat u ontslagen werd van uw verantwoordelijkheid als lid van het kabinet? Nee, ik hoopte en ik hoop nog steeds dat we eens, dus echt risicogericht beleid gaan voeren. Dat we gaan kijken, wie hebben er nou last van het virus en hoe kunnen we die mensen beschermen? Want wat we nu aan het doen zijn, is mensen toevoegen aan risicogroepen. Ja. Lockdowns, daar worden mensen zwaarder van. Het Trimbos onderzoek, instituut, het rapport, 80% van studenten is eenzaam. Ik geloof 29% zegt sterke gevoelens van eenzaamheid te hebben. We weten dat eenzaamheid leidt tot
uiteindelijk zelfs tot fysieke klachten. Dus jonge kinderen, er overlijden meer jonge kinderen aan verdrinken dan aan corona. Maar we sluiten zwembaden. Dus we zijn eigenlijk aan risicogroepen mensen aan het toevoegen. Ja. En dat ten koste heeft u, van heeft, heel veel... Heeft u veel getracht, onderwijs. Omdat u ging uiteindelijk naar de pers, hè, met uw vraag, ik kan hier geen verantwoording meer van, heeft u getracht dat eerst binnen de kamers de treffenzaal, dus binnen zaals, te doen? Ik mag niet praten over, dat is vertrouwelijk, over ministerraad. Ja, de ministerraad is geheim, dus natuurlijk ook. Dat doe ik ook niet. Maar natuurlijk heb ik uiteraard op verschillende momenten, dat is ook mijn verantwoordelijkheid, ik was verantwoordelijk voor ondernemerschap, heb ik dat uiteraard ook ingebracht. Ja, ja. Ja. Maar daar kan ik uit concluderen dat dat niet echt gelukt is. Nee, ja. Nee, dat is een zeer terechte conclusie, helaas. Ja, 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 ja. U heeft nog een fragment meegenomen van de kinderpersconferentie uit 16 februari van de premier en de minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge. Misschien dat we daar ook even naar kijken. Het lijkt erop dat er bij de maatregelen eerst aan volwassenen wordt gedacht en daarna pas aan kinderen. Waarom is dat? Toch denk ik dat het niet zo is. Ik denk dat het niet zo is. Een paar dingen. Kijk, één is, je hebt eigenlijk niet echt een keuze, omdat je gewoon maatregelen moet nemen om dat virus onder controle te houden. Als we dat niet zouden doen, ja, dan worden alle vaders en moeders en alle opa's en oma's worden ziek, waarvan een flink deel ook in het ziekenhuis komen te liggen. En dan komen er zoveel mensen in het ziekenhuis te liggen dat als je voor iets anders naar de dokter zou willen, is er helemaal geen plek meer. Dus we hebben niet echt een keuze. Je moet maatregelen nemen. Waarom wilde u dit fragment tonen? Nou, niet specifiek dit fragment. Maar wat er ook gebeurd is, eigenlijk vanaf het begin, is mensen heel erg bang maken. Niet bewust, maar vooral constant de nadruk op mensen worden ziek, mensen komen in het ziekenhuis terecht, mensen komen op de IC. Elke dag maar de hoeveelheid besmettingen op de tv en de hoeveelheid mensen die in de IC terechtkomen. Waardoor je het idee krijgt, nou, het is echt dramatisch dit. En nogmaals, ik ken zelf ook persoonlijk mensen die iemand te betreuren hebben. Dus daar wil ik niks aan afdoen. Maar het is een ongelooflijk klein percentage. Nog wel zo groot dat als het in één keer zou komen, dat de zorg het niet aan kan. Dus daar doe ik allemaal helemaal niks aan af. Maar voor de meeste mensen, ik heb het zelf ook gehad, is het vrij ongevaarlijk. Maar doordat je mensen zo ongelooflijk bang gemaakt hebt, heb je een soort doodsangst bij mensen getriggerd. En de meeste mensen houden van het leven en willen heel graag heel oud worden en het liefst ook nog een beetje gezond. Ja. Maar doordat daar zo de nadruk op is komen te leggen, zie je ook heel veel mensen zeggen, nee, die lockdowns, dat is allemaal heel goed. Als ik bijvoorbeeld met oudere mensen bij mij in de familie zit te praten en het gaat over maatregelen, ja, nee, die maatregelen zijn goed. En dan bevraag ik altijd even. Ik zeg, ja, die maatregelen zijn misschien wel goed om te proberen de voortgang van de besmettingen enigszins te dempen. Ik zeg, maar zijn ze ook zo goed voor je kleinkinderen? Nee, helemaal niet zelfs. Helemaal niet. En dan komt het hele verhaal over hoe dramatisch het is voor de kleinkinderen. Maar doordat die toch een soort doodsangst gevoed is, in combinatie met de neiging van de meeste mensen om zich te conformeren aan wat de meerderheid vindt, leidt ertoe dat je mensen af en toe bijna ziet smeken om lockdowns. Dat ik echt denk, even serieus, dit kan je niet menen. En we weten inmiddels hoe negatief lockdowns ook zijn voor allerlei groepen in de samenleving. Want we hebben het hier vooral over studenten en scholieren. Maar laten we alsjeblieft niet de mensen vergeten die alleen wonen. Mm-hmm. En dan ook nog een kantoorbaan hebben. Nou, dan ben je echt zuur. Want dan zit je dus al maanden achter je laptopje. Ja. Dus ja, weet je, dat alles bij elkaar, dus een combinatie van hoe ik naar de maatschappij kijk, hoe ik naar mensen kijk, hoe ik naar de grondwet kijk. Want de hele G2-discussie, de impliciete vaccinatiedwang die het gewoon is, want dat is de reden waarom dat ingevoerd moet worden, is mijn overtuiging. Wat in strijd is met mensenrechten. Nou, die hele combinatie was voor mij gewoon op een gegeven moment reden.
ik kan dit gewoon niet meer. En toen ik politiek actief werd, toen was ik, maar wat was ik toen? 23 geloof ik, kwam ik op een verkiesbare plaats terecht. CDA Waterland, Monnikendam, Broek in Waterland, Marken, noem het allemaal maar op. Ja, de streek ten noorden van Amsterdam. Ja, prachtig. Toen heb ik voor mezelf ook gezegd, nou, twee voorwaarden. Het moet leuk blijven. En niet in de zin dat het elke dag leuk is, want dat is natuurlijk niks. Maar dat je wel geregeld terugkijkt en denkt, wow, dit was leuk. Of hier ben ik van betekenis geweest. En ik moet mezelf kunnen blijven aankijken in de spiegel. En dat kon ik niet meer. Ik kon het niet meer uitleggen. Het was niet meer effectief. Niet proportioneel. Dus het is jammer dat het zo gelopen is. Maar ik heb er absoluut geen spijt van. Vindt u dan... Ik begrijp wat u zegt. U zegt, ja, mijn geweten... Ik kon het eigenlijk voor mijn eigen geweten niet meer aan. En vanuit een CDA-politiek kan ik me heel goed voorstellen... dat u ook laat leiden door uw persoonlijke geweten. Dat lijkt me nogal een CDA-opvatting. Vindt u achteraf dat u te lang verantwoordelijkheid bent blijven nemen? Bent u te lang burgemeester in oorlogstijd gebleven? Oh, dat is wel een akelige kwalificatie. Want ik heb het zo geprobeerd. Maar ja, op een gegeven moment kom je gewoon tot de conclusie. Dit verandert niet. En als ik zie wat er sinds september... wat voor stappen er verder gezet zijn... Die u niet meer meegemaakt heeft. En worden... Ja, gaan worden. Ja, weet je, toen de lockdown, de sluitingstijd naar 5 uur ging, toen dacht ik al, oké, dit is weer, want zo gaat het constant, hè. Als je naar de krantenkoppen van nu kijkt en je vergelijkt die met december vorig jaar, kun je alleen, moet je Zuid-Afrikaanse vervangen door Brits. Nu gaat het over de Zuid-Afrikaanse variant, toen ging het over de Britse variant. Dus... Toen de eerste maatregelen genomen werden, ik dacht, nou, Groundhog Day, dat hoor je ook vaak. Het is het echt. En dat zie je nu ook gebeuren. Nu is het verhaal dat het straks alleen maar veilig open kan als G2 is. Ja, weet je, ik vind dat gewoon bijna chantage. Door te zeggen tegen mensen, u mag weer. Ja, en wat mag je dan? Gewoon gebruik maken van je grondrechten, hè? Gewoon weer legaal op visite gaan met je hele gezin. Dat zijn er bij mij 7. Bij je schoonmoeder. Dat mag je weer, maar dan voeren we wel even 2G in. En natuurlijk, heel veel mensen zeggen, ach, maar maakt het nou toch uit? Dan haal je toch zo'n prikje. En ook dat, weet je, dat heb ik ook altijd gezegd. Zeker als je tot een risicogroep behoort, is vaccineren en boosten... meer dan verstandig. Ja. Maar het is wel altijd een grondrecht geweest... om zelf te bepalen welke medische handeling je ondergaat. Daarnaast is het splijt de samenleving. De hoeveelheid ruzies en gedoe in verenigingen, familie, vriendenkringen... die is gigantisch. En als het nou nog eens effectief was... maar dat is het ook niet. Nee. Nee, nou, dus... dan heeft u het niet over het vaccineren. Dat nee, is 2G. Verstandig. Ja. Maar over de lockdowns en de 2G. Ja. 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 Maar u zegt wel, gaat u zich vooral laten vaccineren? Zeker. Ja, ja. Hoor, heb ik zelf ook gedaan. Ja, ja. Dus nogmaals, er is wel wat aan de hand. Jazeker. U zegt net zelf, ja, 98% is volgens Jaap van Dissel veilig. Maar goed, 2% niet. Dat is dan 350.000 mensen in Nederland. Dus dat is wel te veel om in één keer... Dus we moeten wel wat doen. Ja, ja. Zeker. Ja. Die beslissing die u nam uiteindelijk rond 25 september... hoe lang heeft u daarover gedaan? Nou, ik weet nog waar ik was op dinsdag toen ik besloot om dat interview te geven. Aan de Telegraaf? Ja. Dus ik weet nog waar ik was en met wie. En op het moment dat ik dacht van ja, dit is een mogelijkheid. Dit is de enige mogelijkheid om of te proberen, om een verandering te bewerkstelligen. Kunt u vertellen met wie u was en waar u was? Nee, dat doe ik niet. Maar al veel eerder had ik gezegd dat ik het niet meer... Maar er was een moment waarop u dacht, ja, ik ga een interview geven in de krant. Ja. Het wordt me te veel. Ja. Een moment waar we even verder niet op ingaan, want dan breekt u vertrouwelijke informatie. Maar er was iets wat brak.
Ja, nou ja, het was voor mij eigenlijk het moment dat, volgens mij was dat in augustus al, dat de eerste preludes, zal ik maar zeggen, van 2G in de besluitvorming voorkwamen. Toen heb ik al gezegd, jongens, dit ga ik niet meemaken. Dit is gewoon de opmaat naar een surveillance maatschappij. En als we nou te maken hadden met een soort ebola, en het zou de enige oplossing zijn, want zo werken grondrechten, die zijn nooit absoluut. Die schuren, die botsen soms. Die schuren en die botsen, maar dat is hier niet het geval. Dus toen heb ik al gezegd, ik ga dit niet meemaken. Maar ja, dan ben je in gesprek en dan praat je, en dan stapt er nog weer eens een andere collega op, ook niet in een klein dossier. Waarbij ik dan bij mezelf dacht, ja, weet je, ik wil absoluut niet de indruk wekken dat ik mijn probleem groter is dan dat. Dus dat doe ik nu niet. Maar ja, op een gegeven moment dacht ik wel, ik kan dit gewoon niet meer. Ik kan dit gewoon niet meer. Was dat eenzaam? Nee. Want ik ken mijn eigen familie en mijn eigen vrienden en mijn gezin. U kent mensen in Volendam. Ja, maar ik ken ook mensen buiten Volendam, ja, hoor. Ja. En daar heb ik ook heel veel vrienden en vriendinnen die dit ook wel van mij wisten. Voelt u het eigenlijk alsof u verlost bent van een last? Ja, in de zin dat ik er niet meer voor verantwoordelijk ben. Maar ik kom er in die zin niet van los. Zoals ik net zei, je kan de tv of de radio, ik heb zelf ook een krantenabonnement genomen, want die kreeg ik hiervoor natuurlijk via het ministerie. En die heb ik nu weer zelf genomen. Het stomst wat ik ooit heb kunnen doen. Want het eerste wat ik 's ochtends weer zie, is die voorpagina. En het gaat er gewoon weer over. Dus ik kom er niet helemaal van los. Maar ik ben wel opgelucht dat het niet meer, dat ik er niet meer op aanspreekbaar ben. Was een grote factor daarin het feit dat u zelf meerdere kinderen hebt en dat u zag wat het hen deed? Of is dat overdreven voor mij om te concluderen? Nee, dat is niet overdreven. Nee. Ik sprak op een gegeven moment iemand die tegen mij zei, ja, jou ging het toch om de kroegbazen? En toen dacht ik, mijn hemel, ook. Maar zeker niet alleen. Wat mij buitengewoon geraakt heeft, is, maar ja, dan wordt het emotioneel, dat moet ik niet doen. Dat is bijvoorbeeld hele... Voor mij mag dat best. Nee, dat gaan we niet doen. Zeker niet. Dat is de hele discussie rondom begrafenissen. 4 oktober vorig jaar overleed de oudste broer van mijn vader. Dus, dan is het denk ik, mensen die dit meegemaakt hebben de afgelopen anderhalf jaar weten wat ik bedoel. Zeker als ze een grote familie hebben. Dat is gewoon verschrikkelijk. En dat is, om maar eens in oude terminologie te blijven, dat is een van de 7 werken van barmhartigheid, de doden begraven. En tegen de tijd dat maatschappelijk onmogelijk wordt, denkt u? Ja, dat vond ik al iets dat ik echt dacht, nou ja zeg, wat doen we? Waarbij nogmaals hoor, zeker op begrafenissen van oudere mensen, komen veel oudere mensen, die zijn kwetsbaar, maar regel daar dan wat anders voor. In plaats van dat je tegen ze zegt, je mag. Je moet je voorstellen, mijn vader was toen 80. En mijn oudste broer, mijn oudste oom, oud was die 88, geloof ik. Dus dat zijn oude, kwetsbare mensen. Dus daar moet je voorzichtig mee zijn. Maar in een situatie terechtkomen dat die die laatste eer niet meer kunnen bewijzen. Ja. Nou, zo heb ik dus door de anderhalf jaar heen, eigenlijk door een jaar heen, want het eerste half jaar, daar wil ik van afblijven, want toen was het nieuw, toen wisten we niet wat er over ons kwam en we moesten wat. Ja. Maar op een gegeven moment dacht ik echt, jongens, dit moet op een andere manier, want we komen uiteindelijk in een gespleten samenleving terecht, waar mensen tegenover elkaar komen te staan en dat is nu ook wat je ziet. En daar gaan we nog heel erg lang last van krijgen. Schoolachterstanden, leerachterstanden, verminderde baankansen voor lager opgeleiden, het verschil in de samenleving, een hele cultuursector en evenementensector die direct weer opgebouwd moet gaan worden. Nou, noem het maar op.